En minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat tijdens de onderhandelingen met de particuliere bushoudersorganisaties over verschillende zaken is gesproken. Onder meer zijn aan de orde gekomen de tarieven en de protocollen die van kracht zullen zijn wanneer de bussen weer beginnen te rijden. Zo zullen in een bus van 25 personen maximaal 10 personen vervoerd mogen worden. Dat is wat we hebben meegenomen. Tijdens de gesprekken ook in het weekend, afgelopen weekend, hebben we dus ook dat besproken met de verschillende busorganisaties. En nu zitten we dus aan tafel om ons gereed te maken. Hoe gaan we de herstart of de heropening, hoe staan we erin? Daar maken we ons ready voor. Zodat er een goede understanding is. Dan praten we over controle, handhaving. En ook een tarief natuurlijk. Maar dat is des overheids nu, dat ook in samenspraak met minister van Financiën. U heeft het ook al gehoord. Voor COVID was de subsidie 2,3 tot 2,4 per maand. Maar indien we dat zouden blijven handhaven, dan betekent dat we op 13,6 miljoen op maandbasis moeten gaan subsidiëren. Maar het is een situatie die we dus ook waarbij we meenemen de burger. En zeker de werkende klasse die gebruik maakt van het bustransport. En kijken wat inderdaad wat is behapbaar. Het ministerie is ervan op de hoogte dat het tarief van de particuliere lijnbussen sinds 2011 niet is aangepast. Zij hebben altijd subsidie gehad en daar willen wij verandering in brengen, zegt Jubitana. Uiteindelijk is dit het reële tarief. En van daaruit zullen we dus verdere maatregelen of besluiten moeten nemen. Die door zeker iedereen gedragen wordt. Niet alleen de overheid, maar ook de bushouders, maar ook de passagiers. Is dat dan niet zwaar voor de mensen die aan de lagere kant van de maatschappij zijn? Nou, dat kunnen we inderdaad zo stellen. En daarom is het ook binnen de regering op dit moment, ook met volksgezondheid. Gaan we echt op 10 zitten? Of gaan we dat verruimen, zodat ook het tarief daardoor omlaag gaat? En ja, de verantwoordelijkheid ook leggen bij de passagier. En niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook een verantwoordelijkheid van de bushouders. Dat zij ook die verantwoordelijkheid nemen en dragen, dat ook in de bussen, dat zij de faciliteiten in orde maken. En dat de burger, om een voorbeeld te geven, iemand die geen neuskap op heeft en langs de straat of bij een bushalte staat, dat die niet in de bus mag stappen. Dus er zijn een aantal sociaal-maatschappelijke vraagstukken die hiermee gepaard gaan. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, met wie wij vanmorgen spraken. Er wordt overwogen om een stadsrit met inachtneming van de COVID-maatregelen te verhogen naar 8 SRD en 52 cent. En onder normale omstandigheden naar 5 SRD en 82 cent.